Surprise! She has an intro now, period. Oh my god. Helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Ik dacht, ik heb nou zoveel extra tijd om te editen. En ik hoef niet na te denken op zondagen dat ik moet uploaden. Voor nu. Dus ik dacht, laat me aan mijn intro beginnen. Want het is echt erg dat ik nog niks heb. Ik ben er blij mee. Ook met van alle foto's van hier die ik ervoor heb gebruikt. Helemaal meebals. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wat ik even laten weten. Ik was vergeten dat ik zoveel kleren mee had. Ik heb echt meer dan de helft niet gedragen. En zeg in ieder geval, ik ben gewoon letterlijk de hele kamer al aan het inpakken. What the fuck? Ik ben er niet gezongen zodat ze lekker dat het doorhalen. Love it. Nou, we zijn officiële dia. Dia moest ik aan denken, maar dat is het niet. We zijn in Dea. Nou, kijk, eerste impressie. Vet mooi. We zijn even parkings. Parking ticket halen. Ja, god weet waarom het zo lang duurt. We gaan hier eventjes in de schaduw staan, want het is warm. We gaan hier eventjes lekker rondlopen, een beetje kijken, weet je wat hier is. Misschien vinden we een leuk koffieplekje. Weet je dat we iets kunnen drinken. En dan gaan we naar het strand. Dus ik heb de Strand Essentials. En dan gaan we ook nog hier ergens avond eten. Dus ik heb extra outfit mee. Want ik wil sowieso hier een fotootje voor de Instagram. Ik zag daar al leuke bloemetjes waarvan ik dacht, je hebt wel potential. Er staat hier een B&B, lieve schat. Ik ga niet weg. Ik sta hier alleen. Dus dat is die update voor wat we aan het doen zijn. Oh my days, ik zie daar mensen lopen. Mijn god, mega zes. Zien het daar zo. Mijn lieve, zo omhoog. Ik heb wel zin om dadelijk even een dip in the pool. A trip to the spa. The heart according to one. Hey, waarom duurt het zo lang, Kiris? Schat, ik ga niet weg. Nou, helemaal mensen die iemand vragen om te helpen. Mijn god. Laat me hier gewoon even lekker in de schaduw. Lekker koud even. Koud. Wacht, want het duurt lang. In de wilderness deze dagen. Hè? We hebben net een afsnijding gehiked achter. Dus we zijn op een dips. Maar we zijn aan het lopen naar Strandje. Eigenlijk een half uur lopen. Dus weet je, strijdings. En ik heb mijn Birkies dus aan. En ik vind dat hij best goede grip hebben. Kijk, eens op zo'n tijd komen er ook auto's langs bij. Maar die mogen hier wel bij, hè?
dat ook de hele tijd op mij. Maar het is een laatste dag. Jammer genoeg. We zitten nu op het strand. Bij de merchant waar we de eerste week ook waren geweest. Dus lekker koken, smappen. Ik lig al heel dicht bij mijn kinderen. Eeuw, laat mijn peace leven. Ik doe daar de noise cancelling aan hoor. Mijn god. Ik zweer, mijn handbagage zit nog voller dan mijn ruimbagage. Hoe lief heb ik. Ja. Gaan we daarheen? Dan gaan we, ouwe. Oké. Echt, mensen en vliegen is altijd zoiets bijzonders. Er wordt net heel duidelijk opgeroepen dat er 3 verschillende groepen zijn. 1, 2 en 3. Nou, als eerst mogen natuurlijk alle mensen met kinderen onder de 5 mogen eerst naar binnen. Gaan er allemaal andere mensen ook in de rij staan die helemaal geen kinderen meer onder de 3 of onder de 5 hebben? Dan moeten ze natuurlijk uit de rij. Fucking logisch. Echt, sommige mensen hebben geen oren. Oh, en laat me al helemaal niet beginnen over hoe ongeduldig sommige mensen zijn. Oh, kijk, we hebben allemaal betaald voor 1 stoel. Dat gaat niet veranderen. Gewoon chill, lekker tranquilo. Trilanko wilde ik zeggen. Blijf lekker tranquilo totdat het dadelijk rustig is. Geen stress, we moeten toch allemaal dezelfde kant op dezelfde stoel. Dus. Voor wie doe je zo chagrijnen? Wie doe je zo stoer? Anyway, we zijn terug. Het is goed weer, goed weer, goed weer. Kunnen we niet over klagen? Ja. Niet klammig, hè? Ja, dat is geen rij. Nee. Zijn we maar eigenlijk even mee naar binnen moeten. Hè? Hoe? Het is 8:00. Vliegen er geen vluchten meer dan of zo? Dat lijkt me sterk. Gewoon geen rij. Zijn we uit de piek? Oh, misschien zijn we uit de piek. Ja, maar dat niet jinx hoor. Dadelijk zijn we helemaal niet uit de piek. Is dat lekker? Zullen we nog weer?
En nu ga je me filmen. Ja, een magic mijn vader weet iets, dus ik ga hem filmen. Ja, een magic cookie. Wat is een magic cookie? Dames en heren op de vlog van Danee. Ik weet niet wat een magic cookie is, want ik ben 48, dus ik weet niet wat het is. Ik zeg net als hele goede hint, magic cookie. We zijn in Amsterdam en daar staat een 18 plus teken op. Dus en papa zegt condooms. Wat is dat dan? Een magic cookie. Ja. Papa weet echt niet wat een magic cookie is. Weet jij wat het is? Een magic cookie. Nou. Wiet of zo? Kijk! Of zo, dat is gewoon een goddelijk, dus is het ook niet. Mama heeft hem, mama heeft hem. Magic cookie is dus wiet. Toen ik opgroeide en ik 17 was, een edible. Heette dat gewoon wiet. Maar wiet. Nee, tegenwoordig magic cookie, cannonball. Edible, en cookie, edible. Cookie de frutti. Tutti frutti. Tutti frutti. Tutti frutti. Sangria, sangria. Tutti frutti. Tutti frutti. Goed zo. Nou. Magic ball. Hè? Ja. We zijn thuis. Thuis. Oh, en recht om op. Ja, nou. Feels good to be back. Feels good to be back. Here, Lyko's. Mmm. Ik ga nou naar mijn favoriete plek. Hier. Hey, Miss Giel. Oké, we zijn nog eventjes thuis. Wacht, ik ga even mijn huiskamer. Mijn tv staat aan. We zijn nog eventjes thuis. Ik wilde heel graag even iets koud drinken. Ik ben lekker aan het editen, dus ik hou mezelf een beetje wakker. Ik begin hem wel een beetje te voelen. Als ik niet klaar ben als je moe bent. Maar dit, dit had ik echt nodig. Dit rejuvenated mij wel eventjes. Oh, heerlijk. Weer thuis. Oh. Ja, echt zo fijn. Ook al is het daar heel lekker. Dus toch niks beters dan je eigen bed. Zeg ik terwijl ik in mijn bed ga liggen. Ja, ik denk dat ik helemaal ga uitslapen morgen. Ik ga jullie laten weten hoe laat ik wakker word. Oké, mijn jurk is net binnengekomen. Maar de delivery guy gaf die jurk of gaf het pakketje aan mij. Hij zei, zou je misschien 5 sterren kunnen geven? Daar krijg ik geld voor. Prima, ik geef je wel 5 sterren. Maar je hoeft niet te zeggen, daar krijg ik geld voor. Dat geeft me alweer gelijk de urge om zeg maar niet 5 sterren te geven. Ja, anyway. Hij is binnen, yay. Oké, I'm gonna try in a sec, maar... Hij ruikt zo lekker. Wow, hebben ze gekke parfum erin gedaan of zo? Oh my god. Oh, hij ruikt heel lekker. Period. Ik ga hem even aandoen. Nou, hij zit amazing. Hij heeft lekker goede kwaliteit. Hij zit iets strakker dan dat ik wilde. En ik dacht ook dat hij zeg maar iets langer zou zijn. Maar kijk, als ik dit doe, dan zit hij al gelijk beter. Oh, kijk. Dit is hem. Het is een tube top jurk. Hele goede kwaliteit. Ik had hem zelfs in een XXL kunnen halen. Maar XL was de enige die er nog was. Kijk. Period. I love it. Goed. Ja, nee, hij zit heerlijk. Ik weet alleen niet of die nou echt €30 waard was. Maar hè, we hebben een nieuwe jurk. Dat is leuk. Met een vriendin van mij die gewoon... Nee, dat is niet waar. Waar ik al heel lang niks mee echt heb gedaan. Zeg maar echt iets heb gepland om iets te doen. Heb ik vandaag wel eens even naar de stad geweest. Ik heb een nieuw topje gehaald bij de Zaar. Ja, het was heel gezellig. We hebben bij zo'n nieuw plekje gegeten in Eindhoven. Pisani of zoiets? I don't know. Het was in ieder geval lekker, goede pizza. Mijn ouders zijn al weg. Die zijn naar Thor, Love and Thunder. Nu.
Dus maar ja, daar ben ik natuurlijk al naartoe geweest, hè. Dus ik ben lekker thuis. Ik ga nu aan Peaky Blinders ga ik nou beginnen. Ik heb goede shit gehoord. Dus ik ben benieuwd. Ik ga straks ook even weer even opnieuw mijn nagels doen. Want morgen is festival. Hebben we kwakkoe. En hoe heet het? En feest van mijn trainer. Verrek, hallo. Brainford. But yes. That... Ik denk niet dat ik nog wel ga filmen. So that was the vloggy from this week. Vlog 12 is al af. Ik ben nou volop aan het... hoe heet het? Ik ben volop de andere vloggies aan het uploaden. Dus vandaag was vloggy 9, stond erop. En morgen dan 10. En dan zondag 11. En dan zijn we eindelijk weer op schema. Period. Dus ja, helemaal top.